de Anton de Kom Universiteit van Suriname, studierichting Public Administration, heeft vandaag de opening gehad van haar bestuurskundeweek. Bestuurskunde is een onderdeel van de opleiding en volgens Ina Apapu, richtingscoördinator Public Administration, is er over de bestuurskundeweek nog niet genoeg bekend bij de samenleving. Apapu legt uit wat er wordt gedaan tijdens de opleiding Public Administration. Wij opleiden eigenlijk primair voor het openbaar bestuur. En het openbaar bestuur is niet alleen die overheid. Het is natuurlijk de overheid en andere actoren, maatschappelijke groepen, het bedrijfsleven, die eigenlijk allemaal een bijdrage leveren aan de totstandkoming van beleid. Wij vonden het nodig om in de eerste plaats de samenleving te vertellen. Wat doen we bij de studierichting, maar ook onze studenten op eigenlijk kennis te laten maken met wat gebeurt er in de praktijk. Want eigenlijk het gros van onze studenten, of die werken al, of die gaan na hun studie direct door naar een bachelor. Dus ze volgen niet meteen de masters. En dan vinden wij van, hey, weet je, we moeten ze ook opleiden om als ze straks in de praktijk gaan werken, dat ze ook weten wat er gebeurt. Eén, aan de andere kant willen wij ook tegelijkertijd die overheid, het openbaar bestuur, ook laten zien van wat we doen. Het is natuurlijk een wisselwerking. Hè? Wij doen de theorie, zij de praktijk en we kijken van waar kunnen we elkaar aanvullen. Zeker met wat we weten dat onze studenten meteen gaan werken. Minister Brandon Somaharjo, die de opening deed, geeft aan dat het voor hem een voorrecht was deze week te openen als moederministerie. Wij hebben elke dag met bestuurkunde te maken. Dus ik ben vereerd dat ze me hebben uitgenodigd. En wat vindt u zelf van de studierichting Public Administration? Nou, de studierichting is belangrijk. Het is er om maatschappelijke problemen op te lossen. En er zijn er veel van. In dat kader heb ik ook het bestuur van de universiteit toegezegd. Dat wij een drietal tot vijftal studenten gaan uitnodigen. Die zitting mogen nemen in de werkgroepen van de onderraad Public Sector Reform. Omdat dat een zwaar traject is. En wij willen gebruik maken van de ideeën, van de gedachten van de studenten van de ADEC. In mijn ogen is het belangrijkste boodschap dat vooral de studenten balans moeten vinden. Ik weet dat studeren nu extra zwaar is in deze moeilijke financiële tijden. Maar probeer ook te ontspannen, want de studie moet je niet helemaal opslokken. Zorg voor een balans in je leven en zorg ervoor dat je niet opgeeft. Want wij hebben de bestuurskundigen nodig. Zoals ik het al zei in mijn speech, Suriname wacht op hun. De eerste dag is afgesloten met een online gastcollege van professor Mark Hoge van de Universiteit van Leuven. De bestuurskundeweek wordt op vrijdag 18 februari afgesloten.